Ik wil wel ook benadrukken dat het Nederlands onderwijs ook gewoon heel erg goed is. Ik vind het heel goed dat we kijken naar steeds meer mooie manieren van hoe je online onderwijs kunt combineren, hoe je innovatie kunt gebruiken in het onderwijs. Dat veel leerkrachten ook wat behoudend zijn als je denkt aan, aan innovatie, omdat het tot nu toe heel vaak is gebleken dat dat vaak wordt gezien in plaats van de leraar, terwijl het echt aanvullend moet zijn. Leuk dat je kijkt naar deze video en als je luistert naar de podcast ook van harte welkom. Brains is een serie gesprekken waarin ik praat over digitalisering en innovatie in het onderwijs. Met in deze video de politiek aan het woord. Ik sprak via Zoom met Lisa Westerveld van GroenLinks. Lisa, fijn dat je tijd kon maken. Want als jij nou een normaal weekend hebt, hè, bedoel, en ik zou jou de keuze geven, je mag of een goede pot voetballen, of je mocht naar een heel tof festival, maar je moet kiezen. Wat ga je dan doen? Wat een onmogelijke keuze. dan zou ik gaan voetballen nu. Ja? Ja. Nu? Ja, ja, want ik heb al zo lang zo weinig eigenlijk gesport. Ja, ik loop een beetje hard, maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo leuk om te doen. Dat doe ik alleen om mijn conditie bij te houden. En ik voetbal nu op zondag dan met mijn team in tweetallen op afstand, wat niet echt wat is. Dus ik heb echt wel zin om weer eens die wedstrijd te gaan spelen. Ja, echt voetbal. Want voor de kijkers die denken van wat is dit voor een vraag? Jij houdt wel van een goede bakherrie op festivals, hè? Ik besteed eigenlijk al mijn zomers op metalfestivals. Dus lekker kamperen, tentje meenemen. Dat is eigenlijk al mijn favoriete zomerbesteding. Ja, dan is het inhouden al een tijdje. Nogal, ja. Dat kun je wel zeggen. Ja, hey, luister, we gaan het hebben over onderwijs en dan specifiek over innovatie en digitalisering in het onderwijs. Maar laten we eens in brede zin even beginnen. Jij vertegenwoordigt GroenLinks. En als jij nou zegt van joh, dit zijn de belangrijkste punten uit ons programma als het gaat om onderwijs, wat zijn dat dan? Wat zijn die punten dan? Ja, dan is dat het onderwijs gelijke kansen zou moeten bieden aan alle kinderen. Dat kinderen elkaar moeten tegenkomen op school, al zijn er verschillen tussen kinderen. En dat we die leerkracht echt in staat willen stellen om gewoon weer zijn of haar beroep uit te oefenen. En kinderen wat te leren, vaardigheden, maar ook te leren hoe je met elkaar moet omgaan. En dat is wat mij betreft waar goed onderwijs om draait. Ja, en waarin verschillen jullie standpunten van andere partijen? Ja, dat is altijd lastig om dan andere... Ik wil misschien allereerst... We hebben echt een hele actieve onderwijscommissie. Met gewoon mijn collega's die ik allemaal heel erg waardeer. Je ziet wel een verschil als je kijkt naar wat hebben politieke partijen er echt voor nodig. We schrijven onze standpunten op in het verkiezingsprogramma. Ja. Maar als je kijkt naar de doorrekening, dus wat partijen ook echt financieel daarvoor over hebben. Ja, dan staat GroenLinks samen met een aantal andere partijen toch wel in de top. En dan staan wij, als je echt kijkt naar de komende kabinetsperiode, zijn wij de partij die het meeste geld zou willen uittrekken voor onderwijs. Ja, en waar gaat het geld dan met name naartoe wat jou betreft? Wat ons betreft naar de klas, naar die leerkracht. Dus echt naar scholen zelf. Wij zouden ook willen dat leraren meer dan nu ook wat te zeggen krijgen over de besteding van onderwijsgeld. En met leraren bedoel ik dan eigenlijk het onderwijspersoneel. Hè? De schoolleider met het team daaromheen. Dus je hebt het dan over schoolleiders, leraren, ja, ondersteunend personeel. Hoe was jouw eigen schoolcarrière eigenlijk? Die was wisselend eigenlijk. Ik had op de middelbare school wel wat moeite om mee te doen. Net als heel veel andere kinderen. Dus ik ben op de middelbare school ook bijvoorbeeld een jaar blijven zitten. Omdat het even niet zo lekker liep met verschillende dingen. En ik vind dat nog steeds wel soms ook wel lastig om dat te vertellen. Aan de andere kant merk ik ook wel dat zoveel kinderen daartegen aanlopen. Dat het even tijdelijk niet zo lekker gaat. En ik heb er achteraf ook juist heel erg veel van geleerd. Ik heb dat zelfs een keer in een kamerdebat ook eigenlijk als voorbeeld gebruikt van ja, als je geen fouten maakt, als je niet af en toe heel hard struikelt en jezelf tegenkomt, dan leer je ook niks. Dus ik denk dat ik zonder die periode misschien ook niet nu Kamerlid was geworden. Want alleen maar door fouten te maken kun je ook leren en kun je ook verder komen. Ja, en zeker in de middelbare schooltijd moet daar ruimte voor zijn, denk ik, hè? Ja. En ook, dus misschien een beetje een uitstapje, maar ik zat gisteren bij een bijeenkomst over mentale gezondheid. En daar was een jongere die ook vertelde dat ze was gezakt voor haar examen en hoe moeilijk dat voor haar was. En toen dacht ik, oh, wat gun ik het jou nu dat mensen jou ook vertellen dat het niet zo erg is. Hmm. Dat het kan gebeuren, dat je hier ook van leert. En ook als je een jaar overdoet, daar leer je van. En zij kon gewoon die zaal toespreken, waarvan ik ook tegen haar zei van hoeveel jongeren nou zoals jij
kunnen dat, hè? Dat je hier zit, dat je gewoon zo goed een zaal kunt toespreken. Ja, en dat, ik hoop dat dat gewoon ook een beetje helpt, ook bij deze, jongeren. Helder betoog. Hé, hey, luister. Online onderwijs, hè? De wereld digitaliseert natuurlijk als een dolle. Als we kijken naar het afgelopen jaar, hebben we natuurlijk een soort spoedcursus gehad. Zeg maar, hoe kunnen we het onderwijs, dat noemen we het ook maar meteen even rigoureus. We knallen het in één keer 100% online in een week tijd. Wat hebben we daar, wat zou jij daarvan mee willen nemen en wat niet? Nou, wat ik zelf ervan heb geleerd, is die ongelofelijke veerkracht van het onderwijs, hè? Er zijn een paar keer heel onverwacht besluiten genomen over onderwijs dicht. Ja, dat is een paar keer gebeurd. En dan zie je ook dat dat hele onderwijsveld met elkaar de schouders eronder zet. He, dat echt die schoolleider met het team daaromheen. In no time hebben al die scholen plannen gemaakt over hoe je dat onderwijs dus online kunt vormgeven. Dan zie je ook leraren, die soms op de fiets bij leerlingen langsgaan om toch even te informeren hoe het thuis gaat. Nou, echt die liefde voor die leerlingen en voor dat vak. En die veerkracht van het onderwijs, dat vind ik ongelooflijk mooi. Wat we ervan hebben geleerd, is dat het onderwijs niet kan zonder goed personeel. Hè, zonder aandacht, personeel dat aandacht kan geven aan alle leerlingen. En dat online niet altijd goed gaat. Wat hij ook heeft duidelijk gemaakt, is dat het wel handig is als je wat van computers af weet en zo. Als we nou kijken naar de kennis, hè, van ICT en van internet en van alles wat er mogelijk is. Hoe is het dan gesteld wat jou betreft met zeg maar de kennis en de kunde van zowel schoolleiders als bestuur als van ook leerkrachten? Ja, dat is een goede vraag. Het wisselt echt enorm als je het mij vraagt. Je ziet gewoon dat er echt leraren zijn die dit heel erg zagen als een uitdaging. Die echt op zoek gingen naar nieuwe, innovatieve manieren van lesgeven. Die op allerlei mogelijke manieren, dus ook online probeerden hun lessen zo interessant mogelijk te houden. En je hebt natuurlijk ook wel leraren die daar wat minder in zitten. Die wat minder ook hebben geleerd hoe je nou goed kunt omgaan. En hoe je nou al die nieuwe technieken en hoe je nou digitalisering en allerlei nieuwe programma's kunt gebruiken voor je lessen. Dus je ziet vooral dat het heel erg afhangt van de leraar zelf. Of hij of zij wel of niet heeft geleerd hoe je ermee om moet gaan. Maar ook natuurlijk wel of hij of zij voor open staat om te gaan met vormen van digitalisering. Ik snap het dus ook wel dat leraren soms voorzichtig zijn met online vormen van onderwijs. Want tot nu toe hebben we die nodig gehad voor de grootste groep. Ik wil zo graag nog wel even wat zeggen over leerlingen die soms niet naar school kunnen. Hè? Dat is ook een hele grote groep. Mm-hmm. En die blijft ook achter omdat we te weinig hebben gekeken naar mogelijkheden om online hen te laten meedoen. Maar ik snap ook dus wel dat leerkrachten aangeven, die leraar voor de klas is nodig. En we moeten ook heel erg uitkijken dat online onderwijs niet een vorm wordt van bezuinigen. Zoals je niet een vorm wordt van, oh, we hebben die leraar helemaal niet nodig, we doen alles wel online. En ik snap ook wel met alle bezuinigingen van de afgelopen tientallen jaren, dat dit soms het ook wel een angstbeeld is van sommige leerkrachten en schoolleiders. Ja, ook even zo van, weet je wat, doen we alle scholen weg, alle docenten weg en we vervangen alles door de computer. Ja, precies. Ik zie dit misschien wel een beetje in het hoger onderwijs, hè, waar de afgelopen jaren zijn er veel en veel meer jongeren gegaan naar de hogescholen, maar vooral naar de universiteiten. Terwijl we gewoon weten dat die bekostiging, dus het bedrag dat instellingen krijgen vanuit de overheid, is achtergebleven. Dus met steeds meer studenten, en je hebt een steeds minder geld eigenlijk per student. Nou, wat gebeurt er, en dat snap ik wel van de universiteiten, dat er soms twee collegezalen naast elkaar waren met elk een paar honderd studenten. En in één van die zalen gaf de docent les en de andere moest meekijken via een scherm. En ik snap dat instellingen dat zo oplossen, maar ik vind het niet wenselijk. Want je wil natuurlijk eigenlijk in die zaal zitten en die vragen kunnen stellen aan de leerkracht of aan de docent die voor die groep staat. En je zei net al, hè, dat er is een groep kinderen die, noem maar even, buiten de boot vallen. Biedt daar online onderwijs juist kansen? Ja, dat is precies. Voor de coronacrisis heb ik daar al eens een punt van gemaakt. Want we hebben in Nederland steeds meer kinderen die thuis zitten zonder onderwijs. Dat kan allerlei redenen hebben. Ja, bijvoorbeeld kinderen met een handicap of kinderen die erg ziek zijn, waardoor ze tijdelijk of langer niet naar school kunnen. En wat ik heel erg jammer vindt, is dat er de afgelopen jaren niet veel meer is gezocht naar manieren om die kinderen toch mee te laten doen. Er zijn voorbeelden van leraren die dan kinderen laten meekijken in de klas, waardoor die kinderen helemaal als je, stel je bent een paar maanden thuis en je hebt geen onderwijs, hoe fijn is het dan dat je wel elke dag gewoon je klasgenoten ziet? Want hoe eenzaam word je ook als dat niet meer het geval is?
En hoe fijn is het ook dat je nog wel mee kunt doen voor zover dat mogelijk is. Ook om verder geen achterstanden in te lopen. Maar we zien dat daar de afgelopen jaren te weinig op is ingezet. En ik snap het dus ook wel dat heel veel ouders van thuiszitters ook wel een beetje boos zijn nu. Omdat ze zeggen, in één keer kan dat hele onderwijsveld toch van fysiek naar online. Terwijl ons kind ook al voor de coronacrisis al een paar jaar thuis zit. En ik krijg heel veel ouders die vinden dit echt... die vinden dit echt... Aan de ene kant knap van het onderwijsveld, maar die voelen het ook wel een beetje als een trap na, omdat het voor hun kinderen nooit mogelijk was. De grote bedrijven, nou niet alleen de grote bedrijven, maar een flink aantal bedrijven staat natuurlijk te trappelen en dat niet alleen gaat zich bemoeien met het onderwijs, hè, steeds meer. Waaronder ook de grote techjongens, de Googles en de Microsoften en zo. Wat vind jij van de inmenging van dat soort tooling en dat soort bedrijven? Ja... Twee kanten op. Ik vind het heel goed dat we kijken naar steeds meer mooie manieren van hoe je online onderwijs kunt combineren, hoe je innovatie kunt gebruiken in het onderwijs. Er zijn steeds meer lesmethoden natuurlijk, die niet meer, dat leerlingen niet meer uit een boekje leren, maar dat ze een iPad of een ander device gebruiken. Leerkrachten gaan daar steeds beter mee om. Dat vind ik aan de ene kant goed. Maar we moeten natuurlijk ook uitkijken dat dat niet op termijn de leerkracht gaat vervangen. Doordat we bijvoorbeeld vanuit de overheid weigeren om te investeren in onderwijs. Dus ik vind het mooi als het een aanvulling is op het onderwijs. Maar het zou niet in plaats van die leraar moeten gebeuren. Dus altijd als bedrijven ook kijken naar manieren hoe je leerlingen zaken kunt bijbrengen. Dan moet dat altijd wel gaan in samenspraak met dat onderwijsveld zelf. En met die leraar die natuurlijk ook het beste weet hoe en op welke manier je kinderen allerlei vaardigheden kunt bijbrengen. Dus het kan een hele mooie aanvulling zijn als het op een goede manier wordt gebruikt. Ja, precies. De didactiek moet wel kloppen, zeg maar. En dat is waar de kracht van de docent en van de leerkracht natuurlijk naar voren komt. Ja, en er mag geen excuus zijn voor de overheid om te gaan bezuinigen op het onderwijs. Want je kunt leerlingen immers ook via een schermpje lesgeven. Dat is een beetje te plat uitgedrukt, maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. Nou praat ik veel met ondernemers. Dat is een beetje mijn homebase, zeg maar. En dat is natuurlijk een heel innovatief clubje mensen, weet je wel. Die doen het liefst morgen alles weer anders en dan overmorgen weer alles anders. En die zijn continu aan het innoveren en dingen aan het doen. En als ik dan terugdenk, ik ben al best wel heel oud en zo. En een stuk ouder dan jij. En dan denk ik vroeger aan hoe ik in de klas zat. En dan denk ik tegelijkertijd, dan kom ik nu wel eens klassen op alle niveaus. Zowel funderend als voortgezet als universitair. En dan denk ik, verrek joh, er is volgens mij, de krijtjes zijn weg en het is een digibord. Maar voor de rest is er nog zoveel hetzelfde. Zouden we niet veel creatiever moeten kijken? Stel nou dat er nu geen onderwijs was en het is 2021. Zou je het dan niet heel anders willen vormgeven? Niet per se heel anders, maar ik zou wel het anders willen vormgeven in die zin dat we nu leerlingen hebben die vaak de hele dag op een stoeltje zitten te luisteren naar een leerkracht of met elkaar natuurlijk in gesprek gaan. Terwijl we ook weten dat kinderen bijvoorbeeld steeds minder bewegen. En daar zie ik nou bijvoorbeeld wel weer hele mooie aanknopingspunten. Volgens mij is het, we weten ook dat als je leerlingen meer laat bewegen, dat ze ook meer leren. Nou, volgens mij is dat zo'n punt waarop echt die innovatie en die nieuwe manieren om onderwijs te kunnen geven, is dat een hele mooie kans voor het onderwijs. Dus daar zie je kansen in. Mm-hmm. Ik wil wel ook benadrukken dat het Nederlands onderwijs ook gewoon heel erg goed is. En dat het Nederlands onderwijs goed is omdat we zo goed onderwijspersoneel hebben. Omdat we die leerkrachten hebben die eigenlijk veel te hard werken als je kijkt naar welke beloning we daar tegenover zitten. Omdat we schoolleiders hebben die elke keer kijken van hoe kan ik nou met mijn team het beste onderwijs neerzetten voor al die leerlingen. Maar we weten ook aan de andere kant dat die ongelijkheid aan het toenemen is. Hè? En wat ik net zei, dat kinderen veel te veel zitten en eigenlijk te weinig spelen met elkaar en te weinig bewegen. Ja, dat zijn... Dus ik zou dat onderwijs op een andere manier willen vormgeven, maar ik verwijt dat dus totaal niet aan de leerkrachten, want die doen echt wat ze kunnen. En technologische innovatie, is dat voldoende aanwezig? Als ik kijk naar andere gebieden, dan lopen mensen met VR-brillen op dus echt technologische nieuwe dingen, robotisering. Is dat boeiend voor het onderwijs of moet je daar juist heel voorzichtig mee zijn? Hoe zie jij dat? Ik zie dat als een hele mooie manier juist als het als aanvulling is. He, bijvoorbeeld als kinderen leren over andere culturen. Hoe mooi is het dan dat je met zo'n VR-bril bijvoorbeeld eens kunt kijken op een andere plek, in een ander werelddeel.
Dat zijn hele mooie manieren volgens mij om juist die lessen boeiender te maken, interessanter te maken. Mensen echt niet alleen uit een boekje te laten leren, maar ook te laten zien wat er bijvoorbeeld aan de andere kant van de wereld gebeurt. Mm-hmm. Dus ik zou het heel mooi vinden als daar de komende jaren nog extra stappen worden gezet. Ja. Hey, tot slot laten we eens kijken naar het onderwijs over een jaartje of 10. En jij hebt een dikke vinger in de pap gehad, hè, in dat onderwijs de komende jaren. Hoe ziet het er dan uit? Ja, dan ziet het onderwijs zo uit dat we eigenlijk kleinere groepen hebben. Waarmee ik niet per se wil zeggen klassen, want er zijn allerlei verschillende manieren om onderwijs vorm te geven. Maar dan hebben we juist meer leerkrachten per kind. Of per school zou je kunnen zeggen. En dan maken die leerkrachten ook meer gebruik van van nieuwe innovatieve methoden van lesgeven. Maar dus niet in plaats van. En dan zou ik het onderwijs ook zo zien dat kinderen elkaar veel meer tegenkomen op school. Want dat is een van de problemen waar we nou wel echt tegenaan lopen, is dat er verschillen ontstaan. Dat we weten dat kinderen die van huis uit een wat moeilijkere situatie hebben, of kinderen met een handicap of een leerachterstand, dat nogal snel geneigd wordt om hen op andere scholen neer te zetten. Of kinderen. Veel te veel kinderen thuis zonder onderwijs. En hoe mooi is het nou als je kinderen met elkaar kunt laten opgroeien in kleinere groepen met leerkrachten die op heel veel verschillende manieren dat onderwijs kunnen vormgeven. Maar de scholen en de klassen en de fysieke omstandigheden die zijn absoluut nog aanwezig. We gaan niet naar een virtuele wereld toe. Nou, we gaan wel toe, als het aan ons ligt, naar bredere scholen. Waar opvang, onderwijs bij elkaar zit. Waar ook na school een mooi aanbod is. Hè, bijvoorbeeld via cultuur, maar ook met sport erbij. Juist omdat dat ervoor zorgt dat al die kinderen die kans hebben om ook met elkaar in aanraking te komen. Maar ook in aanraking te komen met sport en met cultuur en met muziek en al dat soort dingen. Dus wat ons betreft komt dat ook allemaal het schoolgebouw in. Ja. De maatschappij komt meer, een soort fusie tussen de maatschappij, het leven en de school. Ja, en andersom natuurlijk. Maar daar heb je dus wel weer voor nodig dat we dus meer onderwijspersoneel hebben. Dat we echt zorgen dat het onderwijspersoneel ook de kans krijgt om te doen waarvoor ze dat onderwijs zijn ingegaan. En daar heeft het de afgelopen jaren wel aan geschild. En dat is denk ik ook echt de reden dat veel leerkrachten ook wat behoudend zijn als je denkt aan innovatie. Omdat het tot nu toe heel vaak is gebleken dat dat vaak wordt gezien in plaats van de leraar. Terwijl het echt aanvullend moet zijn op het onderwijs dat nu wordt geboden. En aanvullend moet zijn op wat die leerkracht de kinderen kan bijbrengen. Dit was weer een video uit de serie Brains, waarin ik praat over digitalisering en innovatie in het onderwijs. Wil je meer van deze video's zien uit de serie? Ga dan naar brains.nl. Voor nu, dankjewel voor het kijken. En als je naar de podcast luisterde, dankjewel voor het luisteren. Dag!